Tranen, symbool van verdriet, ontzetting, pijn, maar ook van geluk, vreugde, euforie. Ze komen eruit als alles is gegeven. Achter elke traan zit een verhaal. Een verhaal dat al ver voor de speler begint. Dit is ook best wel duidelijk, denk ik. Shit, waarom overkomt het me dan? Dan schiet je ook niks meer. In principe moet het gewoon kunnen. Het heeft gewoon tijd nodig. Jaren toeleven naar dat ene moment. Die paar minuten. Soms nog niet eens. Alle offers die daarvoor zijn gedaan, al die trainingsuren, gezoek in de luwte, zelfisolatie, weg van familie en vrienden, angst voor het virus als extra tegenstand. Manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back.